Maarten, Yvonne, het is nu 7:45 op donderdag 3 juli en we zitten hier op de steiger, juli, de steiger. Namelijk met, ik zal even een rondje maken, jij bent? Ik ben Jos. En Freek. U bent? Irene. Jackie. Kido. En Jeroen. En we beginnen met Jos, gaan we even wat vragen stellen. Goh, Jos. Dacht ik. Als ik Maarten zeg en je moet daar een woord bij verzinnen, waar denk je dan gelijk aan? Dan denk ik gelijk aan een paar zwarte motorlaarzen op Yvonne de beddenspray. En jij? Babyface. Als ik zeg Yvonne, waar denk je? Een kluntje. Ogen. Jij kent Yvonne en Maarten, hoe lang ken je die? Nou, ik ken Yvonne vanaf dat ze 4 was. Toen zat ik net op de kleuterschool. En ik zat met haar op de middelbare school tot een jaar of 18. Dus zo lang ken ik haar heel goed. En na de hand kwamen we elkaar eens het half jaar tegen. En dan was het altijd maar een paar woorden. En dan had je alweer een heel gesprek. Dus dan, het contact bleef er wel. Je zag elkaar wat minder, maar het bleef altijd leuk. Ben je ongeveer even oud? Ja, ongeveer wel. Ik ben iets ouder. En jij kent Yvonne en Maarten weer via Jos? Ja, sinds 2 jaar. Ik denk dat ik ze 5 keer heb gezien. 6 keer, 7 keer misschien. Hooguit. Uit me op. Kijk, ze zijn al vandaag getrouwd. En waar denk je dat ze in de toekomst op moeten letten? Moeten letten? Ja, waar iedereen op moet letten, denk ik. Ik weet het niet. Dat is zo'n beetje... Gewoon lol in je leven houden. Moet je op letten. Ik heb nog een wijze raad meegegeven. Oh. Dat is moeilijk, hè? Ja, dat is moeilijk. Dat drinkt toch rustig. Even nadenken. Lekker eens iets moraliseren. Ja. Maar een beetje specifiek op hun geënt. Ik denk dat als je met veel gemak met elkaar omgaat, dat heel belangrijk is. Omdat je dat ook moet proberen te stimuleren. Ja, ja. Wat vind je specifiek voor hun twee? Ja, voor zover ik hen ken, hè. Dus dat is, is heel minimaal natuurlijk. Vrij weinig. Maar je doet snel een indruk op van iemand, hè. Als je iemand tegenkomt bijvoorbeeld in het dagelijks leven, dan heb je al gauw een beeld van iemand. Van, nou, je mag iemand of je mag iemand niet. En ik bedoel, als je Yvonne zou moeten omschrijven en ik zou zeggen van... omschrijf Yvonne als een bloem. Wat voor bloemsoort zou je dan kiezen? Ik denk tulp. Dat, omdat de tulp maar een paar blaadjes heeft. Zo. Hop staat hij er. Hop is hij weer weg. En dan weet ik niet waarom. Maar dat is mijn idee naar Yvonne. Snel wat te verliezen. Ze moet ze goed vasthouden. Nee hoor. Nee hoor. Zo bedoel ik dat niet. Als ik... Bedoel je mijn idee over Yvonne? Of bedoel je mijn idee over Yvonne ten opzichte van Maarten? Nee, gewoon over Yvonne, losgezien van Maarten. Dus jij zegt, ik vergelijk hem met een tulp. En mijn associatie met een tulp is dan een stevige Hollandse bloem. Inderdaad, met weinig blaadjes, zonder fruit. Ja, dat is die ding dat schiet uit de grond. En dan staat er ineens inderdaad zo'n frisse bloem. Hij is ook ineens zo weer verdwenen. Ja. Oké, okay. Nou, ik voor jou dan ook nog zo'n vraag. Als je Maarten zou moeten omschrijven en dan... Ik bedoel, wat voor dier zou je bij Maarten denken? Als ik zeg van Maarten en dier, waar denk je gelijk aan? Gewoon niet nadenken. Met zo'n walrus. Een walrus? Dat is heel interessant. Dat zeggen weinig mensen. Nou maak je me nieuwsgierig. Nee, ik heb er niet zoveel over te vertellen. Ik weet het niet. Misschien door zijn grootte of door zijn formaat alleen al. Ik denk dat het eerder is. Ik heb er geen diepere gronden voor. Gewoon een directe associatie is dat. Nou gaan we nog iets verder. Het is leuk om het wat dieper te kijken. Of niet? Nee, laten we het niet. Nee.
Weet jij misschien een leuke anekdote die je een keer met Yvonne hebt meegemaakt? Je denkt, nou, dat staat nog vers in mijn geheugen. Ja, met Yvonne. Nou, dat is heel veel geweest. We hadden altijd de meest maar idiote dingen maakten wij mee als we de meest normale dingen gingen doen. We gingen cadeautjes kopen voor Sinterklaas bijvoorbeeld, in Delft. En we zouden naar Vrome Dreesman gaan, want dan konden we alles krijgen, hadden we gehoord. Of nee, naar V&D zouden we gaan. Ja, ja. Dus wij hebben heel de stad 4 keer rondgelopen. En we hadden van alles gekocht, maar we kwamen thuis met de mededeling van ja, het was wel leuk en we hebben alles, maar V&D hebben we niet gevonden. Alleen Vrome Dreesman. Dat soort dingen was het altijd. Ja. Of hier op de Reewijkse Plas gingen we met de kano en het kanoën. En die vissers hier, die gebruiken altijd zinkstukken om de stekjes uit te zetten, ja, in de paling. Ja. Nou, dat gingen wij eens even aan trekken, hoe dat in elkaar zat. Ja, ja. En dan bleek daar, had hij dan ene keer een stuk koper aan, of een koperen bel, of een steen. En wij al die dingen ophalen om te kijken wat er aan zat. Ja, ja. En wat we leuk vonden, haalden we eraf. Ja. Met als gevolg dat we die vissen achter ons aan hierheen kregen. Ja, ja. Maar van alles. Soort dingen. Ja, ja. Goed. Nou, dan wil ik besluiten met de laatste vraag aan jou. En het is, als je iemand voor het eerst tegenkomt, hè, dan maak je daar al gelijk, heb je al gelijk daar een indruk van. Wat dacht je voor het eerst toen je Maarten zag? Doe het heel eerlijk. Heel eerlijk. Dan, en dat is iets wat ik bij weinig mensen heb, maar bij hun was het. Wat moet ik daar nou weer van denken? Oké. Okay, dus nou, goed. Heel erg bedankt voor dit interview. Leuk dat jullie meewerken. Hallo? Goed, dan volgt nu nog een kleine toegift in de volgt van een Pizza Hut verhaal. Hoe begon het allemaal? Ik geef het woord aan Jos. Ik geef het woord weer aan Freek, hoor. Freek gaat u even... Het zal wel een gênant verhaal zijn. Ja, ik dacht, neem ik aan. Dus. Net, nou ja, vanmiddag. Ik weet dus al wat. Jullie gingen samen met Maarten en Yvonne in de Pizza Hut wat eten. Pizza neem ik aan, want dan ga je naar, hè, naar een pizzeria. Ja, nou, dus jullie gingen met z'n vieren naar die Pizza Hut. Klopt dat? Ja, zo was dat. En... Goed, jullie zaten dus uiteindelijk bij die Pizza Hut met z'n vieren aan een tafeltje, neem ik aan. Ja, zo en toen? Was nou, uiteindelijk zijn wij dus met z'n vieren gaan eten. Mm-hmm. Maar ja. Je kent Maarten, die is vegetariër. Ja, ja. Dus er was nogal veel pizza. Mm-hmm. En wat gebeurde daarna? Nou, weet jij dat nog, Jos? Ik weet het. Yvonne wilde per se een of andere pizza eten. Dat is dus vrij groot, want anders bestel je er een met z'n vieren. Nou, die kreeg zijn lekker smullen ervan. Maar er bleef... Het was 4-persoons pizza, nee, kreeg ze? Nee, ze kreeg geen 4-persoons. Het was een 1,5-persoon. Ja, ja. Dus ze bleven nog een, nou nog geen kwart, ja, was er over. En die vonden, die zegt dus na afloop allemaal gegeten en gedronken. Zegt ze, ik wil hem wel meenemen hoor. Ja. En hij knikt een beetje. Ik denk dat hij zijn schouders ophaalde en ging toen weg. Nou, we gaan verder koffie drinken, et cetera. Je kent dat wel. En op een gegeven moment wordt er afrekenen. Ja. Er is afgerekend. Freek had afgerekend. En komt die vonden. Waar is mijn pizza nou? Met van die grote wilde ogen. Ja. Waar is de pizza gebleven? Ja. Nou, en hij zegt, ja, die heb ik niet. Ga het zelf maar vragen. Mm-hmm. Wij weg. We gaan daar een beetje op wachten. Gauw naar buiten. We zoeken stukjes. En komt ze later naar buiten. Waarom zijn jullie nou weggegaan? Als ik nog even was blijven doorzuren, had ik hele pizza meegekregen. Dus had die kleine stukjes weer meegekregen? Nee. Had ze weggegooid en dan had ze dus wel een nieuwe pizza versierd. Ja, ja. En die hebben we dus op wachten. Ach jezus. Toen voelden jullie je zit dan. Beetje wel. Nee, maar ik hoorde er even niet bij. Ik hoorde er niet bij. Ik was gewoon buiten. Zeg dankjewel, het is een leuk verhaal.